Het is feest bij de Valkland Groep. Roel van Tongeren. Roel, wat is er voor feest? Nou, wij hebben het Prezo-keurmerk behaald en daar zijn we heel erg trots op met elkaar. Moet je uitleggen natuurlijk, hè? Wat is een Prezo-keurmerk? Ja, dat snap ik, ja. Prezo-keurmerk, dat is een keurmerk wat afgegeven wordt door de Stichting Perspect. En het Prezo-keurmerk wil zeggen dat wij getoetst worden op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening die wij bieden. En landelijk is er een kwaliteitskader waar de inspectie ook mee meekijkt bij zorginstellingen. Of de kwaliteit voldoende is. En dat doet deze stichting Perspect dus ook. Hoe doen ze dat, dat toetsen? Komen ze stiekem binnen? Kijken ze om de hoek? Ja, niet stiekem. Ze maken een afspraak met ons en dan komen ze langs. En dan gaan ze zorgafdelingen op. Ze gaan praten met mensen die ze tegenkomen. Zowel familieleden, bewoners als personeelsleden. En ze gaan ook in bijvoorbeeld op een psychogeriatrische afdeling. Gaan ze ook in een huiskamer zitten om te kijken hoe er omgegaan wordt met deze dementerende ouderen. En hoe de sfeer is in zo'n huiskamer. Wat is vaak de reactie van die bewoners wanneer ze met die mensen geconfronteerd worden? Nou, als je kijkt naar een psychogeriatrische afdeling, dan zijn mensen altijd heel erg geïnteresseerd van wie is dit nu? Wat komt hij of zij hier doen? En familieleden en personeelsleden die vinden het altijd heel leuk om iets te vertellen over hoe ze het ervaren bij ons. En personeelsleden zijn over het algemeen heel, heel trots om te vertellen van nou, dit is het werk wat ik doe, kom maar kijken. En om te laten zien zij vinden over het algeheel zijn ze trots op hun werk en vinden ze het ook leuk om dat te laten zien. Ja. Dan gaan jullie je natuurlijk voorbereiden op zo'n bezoek. Wordt dan alles extra gepoetst en wordt het extra lekkere eten op tafel gezet? Ja, nee, dat dan ook weer niet. Kijk, wat we wel doen is extra stofzuigen. Hè? Dat doe je thuis ook als de visite langskomt. Waarom vinden jullie zo'n Prezo-keurmerk zo belangrijk, Roel? Ja, wij vinden dat heel belangrijk om ons eigenlijk continu te kunnen verbeteren. En met elkaar te kijken naar van hoe staan we er nu voor? Ziet zo'n auditor iets wat wij anders zouden kunnen doen? Of wat wij zouden kunnen verbeteren in onze zorg en dienstverlening? En dan, dan nemen we die adviezen graag mee om weer verder en sterker te worden in ons product wat wij leveren. Even een voorbeeldje, wat kan er beter worden? Nou, bijvoorbeeld wat beter kan worden. En in dit geval hebben wij de auditor niet echt sterke verbeter of grote verbeterpunten horen noemen. Maar waar we altijd naar moeten kijken is van hoe leggen wij onze zorgverlening vast in ons dossier, in het dossier van de individuele cliënt. En staat daar ook in wat deze cliënt wil? Is het persoonsgericht? Dus daar kan soms iets uitkomen dat we denken van dat hadden we iets beter moeten opschrijven of scherper moeten weergeven. Dus dat soort zaken. Pepita Breugem, we zijn eens niet in de Ludwinastraat, we zijn in het Sint-Jacobs Gasthuis. Wat is dat voor bijzonder gebouw? Nou, dat is een van de pareltjes van de Frankland Groep. Dit is het oudste gebouw binnen de Frankland Groep. Het dateert echt ver uit de voorgaande eeuw. We hebben het recent ook opgeknapt, want het was al een heel mooi pand. Maar we hebben juist geprobeerd om het hele authentieke karakter weer terug te laten komen. We zijn nog niet helemaal klaar, maar we zijn al een eind gevorderd en we zijn er echt super trots op. Maar goed, het is altijd mooi om dat soort prijzen te winnen. Maar wat maakt het nou zo'n bijzondere prestatie? Ja. We hebben hem voorgaande jaren ook altijd behaald, maar dan in een relatieve situatie van stabiliteit. Maar dit jaar zijn we als organisatie echt ontzettend in beweging. Want zoals je weet komt er echt een hele grote opgave op de zorg af, op de hele ouderenzorg. Naar de komende jaren toe neemt het aantal ouderen fors toe, zeer fors de komende jaren. Terwijl we weten dat het aantal medewerkers binnen de zorg op zijn hoogst gelijk blijft aan het aantal wat we nu hebben. Dus willen we iedereen van de benodigde zorg en diensten kunnen voorzien, dan zullen we het met elkaar anders moeten doen. Dat is onvermijdelijk. Dus wij zijn met elkaar dit jaar begonnen aan de beweging om juist te kijken van hoe kunnen we onze zorg en dienst zodanig gaan organiseren dat we ook naar de toekomst toe de groter wordende groep ouderen kunnen helpen. Je zei het al, het is een landelijk probleem. Het is eigenlijk een heel groot probleem. Werken jullie dan alleen aan die toekomstvisie?
Nee, dat doen we ook met partners in de regio. Dus iedereen is er in zijn of haar organisatie mee bezig, maar we doen het ook gezamenlijk. Dus wat we verlangen is dat iedere organisatie kijkt van hey, wat is in mijn organisatie nodig. Want we weten ook dat de mensen die nu in de zorg werken, die zullen naar de toekomst ook een deel de zorg buiten de muren van de zorginstelling moeten gaan verlenen. Omdat niet iedereen meer in een zorginstelling kan komen wonen in de komende jaren. Dus we zullen met elkaar anders moeten kijken van hey, hoe gaan we ook juist de groter wordende groep ouderen die thuis blijft wonen in de komende jaren ook van de benodigde zorg voorzien. En daarvoor hebben wij afgelopen jaar hele grote stappen gezet in de organisatie. Dus dat betekende echt dat we anders zijn gaan kijken naar wat bieden we aan zorg en aan diensten. Maar ook hoe richten we ons werk in, hoe doen we de dingen nu. We hebben een nieuw zorgoproepsysteem geïntroduceerd. We hebben echt best wel veel veranderingen doorgevoerd. En dat is niet omdat wij dat heel graag wilden, maar dat is omdat we de noodzaak zien en omdat we weten dat er is geen ontkomen aan. Willen we uiteindelijk iedereen echt de goede zorg blijven bieden? Nou, zijn cliënten op een bepaalde leeftijd. Er komen veranderingen aan. Gaan ze zich dan zorgen maken? Hoe vangen jullie dat op? Nou, zorgen maken hoeft niet. Maar wat we wel vragen, en dat geldt voor iedereen, is dat we verantwoordelijkheid moeten aanboren van iedereen. Dus iedereen moet ook verantwoordelijkheid voor zichzelf of voor zijn vader, zijn moeder nemen. En we zullen met elkaar binnen het netwerk om iemand heen de zorg moeten gaan verlenen. Dus wij hebben daar een rol in als zorgaanbieder, maar in aanvulling op de mogelijkheden van de cliënt en diens netwerk. Mooie plannen voor de toekomst, maar ja, dan de hamvraag. Gaat dat allemaal lukken? Zeker, ja. Die overtuiging hebben we, want we hebben echt een ontzettend goede groep medewerkers waar we echt super trots op zijn. En we weten wat die steeds neer kan zetten. En dat doen ze gewoon ontzettend goed. En ook hierin, we zijn al heel veel stappen verder. En we hebben met elkaar al een ontzettende beweging gemaakt. Dus we zien ook al dat het gaat lukken. En we gaan die stappen nog met elkaar verder maken. Maar dat gaat zeker lukken, ja.